Koninginnedag 2010 in Raalte. Wat staat er hier in Raalte allemaal te gebeuren? In elk geval geen zonneschijn, maar vanmiddag misschien. Wat is er allemaal? Er is een matjesmarkt. Dat betekent dat kinderen op kleedjes hun spulletjes aan het verkopen zijn. Daar gaan we kijken. Ballonnetjes worden opgelaten. Kinderen hebben oranje ballonnen gekregen en die gaan de lucht in met natuurlijk hun adres. En we zijn benieuwd waar die terechtkomen. De gebruikelijke obade met de prachtige muziek van het concert van Cecilia. En de opening van onze jeugdburgemeester Jamie Groen. Raalte heeft een heuse jeugdburgemeester. Zij heeft een toespraak geschreven op school, daar heeft ze de prijs gewonnen en zij werd jeugdburgemeester. En als klap op de vuurpijl is er een muziekmarathon. Wat is een muziekmarathon? Van 10 uur tot 's ochtends tot 10 uur 's avonds wordt er op de markt muziek gemaakt. En dat gaat achter elkaar door. En we hopen dat dat goed bezocht wordt. Mensen die gisteren gedecoreerd zijn, van harte welkom en alsnog gefeliciteerd. Uiteraard ook alle andere aanwezigen van harte welkom. Maar Jamie, het kan niet op vandaag. Van harte welkom. Wij als Oranjevereniging zijn bijzonder trots dat jij de eerste jeugdburgemeester bent die voor de Oranjevereniging taken gaat doen. Welkom allemaal op deze vrolijke dag. Het is vandaag niet zomaar een gewone dag, maar een heel bijzondere dag. Waarop de verjaardag van de koningin wordt gevierd. Deze dag wordt al gevierd sinds 1890. En nu staan we hier met z'n allen en vieren we het nog steeds. De koningin gaat deze dag naar één of meerdere dorpen om daar een bezoek te brengen. Er wordt er dan gedanst, muziek gemaakt of de koningin loopt langs mooie kunstwerken. In vele dorpen of steden zijn openluchtfeesten en er worden activiteiten gedaan. Ook hier in Raalte worden leuke dingen gedaan. Zo is er een muziekmarathon die 12 uur lang duurt. Oftewel van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Er komen liedjes in allemaal verschillende stijlen. Pop, rock, klassiek, Nederlandstalig. Kortom, heel gevarieerd. 3, 2, 1, go! Leuk om hier te spelen. Maar er ligt daar een bakje met geld. Dat betekent vast iets. Ja, natuurlijk. Leef moet het ook wat opleveren. Je doet het voor jezelf? Ook een beetje wel, ja. En gaat er nog een geld naar een goed doel? Ja, de helft gaat naar een goed doel. Kroontjeskraam. Vertel eens, hoe kom je daarop? Nou, we vonden het wel een leuk idee voor Koninginnedag en zo. Dus ja, we hadden kroontjes gekocht. Dus ja, om een beetje op te vallen ook. Je hebt je kamertje opgeruimd? Ja. Ja. Kon je er wel afscheid van nemen, van je spulletjes? Jawel. En wat ga je met het geld doen? Sparen, gewoon voor iets leuks. Maar heb je niet gehoord dat er een goed doel is? Nee. Niet meegekregen? Nee. Waarom wordt er vandaag feest gevierd? Omdat de koningin... Nee, ik weet het even niet meer. De koningin is jarig. Of die is jarig geweest. Koningin Beatrix. Hoezo jarig geweest? Ze was al eerder jarig, maar dit is volgens mij de verjaardag van haar moeder. En ze hadden toen bedacht dat het Koninginnedag werd. Dus hebben ze het op dezelfde datum gehouden.